Vandaag spelen 4 teams van 3 kijkers tegen 1 team van 3 bros. Iedereen heeft een eigen kleur waarin ze een beeld moeten maken. En ze hebben 40 minuten de tijd om de pros te verslaan. Gaat dat lukken? We gaan het zien, want de tijd start nu! Succes met bouwen! Heel veel succes! Ze zijn van start en moet je kijken. Er staat al... Ja, wat is het? Een boom? Ik denk een soort van... ik dacht meer aan een medieval huisje, maar inderdaad, het is een boom. Ja, dat heeft natuurlijk wel met groen te maken. Ja, en hierachter? Ik hoop niet dat het een berg wordt, want dan heeft hij nog heel veel te doen. Bij rood staat er nog niet heel veel. En er is al 3 minuten voorbij, ze moeten opschieten. En vergeet niet, ze moeten dus de pros verslaan, want die zijn vandaag ook met 3. En laten we even kijken hoe het daar gaat. Wow, de pros zijn dik bezig, joh. Zo, hier staat al superveel. Dit wordt echt een megaboom, of niet? Ik denk wel dat ze het groots gaan aanpakken, maar de vorige keer hadden de pros het niet afgekregen, omdat ze zo groot gingen. Dus ik ben heel benieuwd of ze weer dezelfde fout gaan maken. Zijn ze hier nou een soort van tempel? Het lijkt wel een beetje Egypte, vind je niet? Ja, maar het is wel echt oranje. Ze hebben absoluut het thema gevolgd. Want voor de duidelijkheid, elk plot en elk team moet dus een thema bouwen of een beeld die te maken heeft met hun kleur. Zoals je hier oranje hebt en hier blauw. En dat is wel te zien. Wow, deze is vet. Wordt dit een soort van tempel of zo in het midden? Dat zou wel heel gaaf zijn. Ik denk het wel. Ja, dit is echt een vette biome. Wat wordt dit toch bij rood? Ik zit te kijken, maar... Ik kan er niks van maken. Ik zie overduidelijk deze blackstone. En daar past natuurlijk lava of zo echt perfect bij. Oeh, ja. En dat past ook wel bij rood. Ja, nou ja, lava, is dat rood? Het is een beetje oranje-rood. Ja, dat gaat net op het randje. Maar inderdaad, wat wordt hun themakleur? Wat wordt het rode hierin? Ik denk dat we dat nog moeten gaan zien. Maar over 10 minuten moeten ze ook alweer een extra challenge doen. En die is best groot deze keer. Wauw, deze boom. Ja, en ook goed in thema. Dit is echt heel gaaf. En kijk, het zijn weer ook die kleine details die nu al worden toegevoegd. Wow. Check die pros. Ja, die zitten niet stil, die pros. Dat is echt niet normaal. Die hebben gewoon al een hele boom eruit gegooid in minder dan 10 minuten. En een huis. Maar ja, wat voor huis wordt dit? Wie woont hier? Ik heb geen idee. Maar kijk ook, de terraforming is ook zo cool gedaan met allemaal eilandjes. Het voelt echt aangekleed. Ja, want normaal duurt dat al heel erg lang om te maken. Ja. Maar dat is nu vrij snel gegaan. En gaat alles hier nou oranje worden? Op het plot van oranje tot nu toe. Zeg, bijna elk element is oranje. Maar het past wel, want zo'n desert wordt natuurlijk ook gewoon gebouwd met de grond, met klei en zand en dat soort dingen. Dus het is wel tof. Absoluut, want als je hier bijvoorbeeld kijkt naar een plaatje van een dorpje in de woestijn, dan zie je ook dat het heel erg veel zandkleuren zijn. Een beetje geel-oranje. Precies. En dat is hier inderdaad ook wel het geval. Dit is denk ik wel een van mijn favorieten tot nu toe. Blauw, die is zo gaaf. Ze hebben echt een soort van hele onderwatertempel, lijkt het wel, die gewoon droog ligt. Ja, maar wat is het verhaal van deze tempel? Daar ben ik nog wel heel erg benieuwd naar. Ik bedoel, we zien nu wat muren, maar waarvoor is het? En wat gaat er ook in komen? Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan maken. Wat ik wel leuk vind, is dat bij oranje er al gewoon interieur gemaakt wordt. En zelfs een drakenbom! Oh nee! Het is echt een heel schattig dorpje aan het worden. Ja, en het is dus een voordeel dat ze dit niet aan het einde nog hoeven te doen. Want heel veel teams doen natuurlijk een hele grote buitenkant. Mega beeld. Maar dan moet je het ook allemaal nog invullen. En hier staat overal gewoon al interieur. En daar kunnen we niet zeggen over team blauw, want die hebben niet eens een vloer. Tenzij dit de vloer is. Een ijsvloer. Kan je schaatsen. We zijn even een paar minuten niet meer bij de pros geweest. Kijk nou. Wauw, wat gaaf. Ik vind die soort van sliert aan die boom is echt cool. Ja, het is heel gaaf, want ik vond hem eerst een beetje lelijk eigenlijk. Wauw, maar hij is echt magisch. En kijk die portal die erin zit. Ja, het zijn echt die details die natuurlijk de beeld verkopen. Jeetje, wat vet. Maar de bedoeling is dus dat één van de teams, of meerdere teams, de pros verslaan. En JD is net naar de Nether gegaan. Nou, die zien we niet meer terug. Maar de kijkers moeten dus de pros verslaan. En daarom ben ik heel benieuwd of zij plots kunnen maken die beter zijn dan de pros. Maar dat gaan we zien. Maar een kanshebber is toch wel Team Groen. Ja, hij is vet hè, de boom.
Dit is al echt prachtig. Alleen de vraag is, wat komt er nog bij? Wordt het misschien een boomhut die erbij komt? Of komen hieronder wat huisjes? En hier lijkt het ook alsof ze een soort van cave aan het maken zijn. En je ziet ook dat hier gewoon al enorm veel tijd in de terraforming zit. En dat zal niet zonder reden zijn. Maar gaan ze iets eronder maken? Ja, gaan ze eronder of erboven? Maken? Ik weet het niet. Dat gaan we zien. Ik ook niet. Wow! Vet! Hè? Dit heb ik echt gewoon totaal gemist. Er staat opeens een mega gebouw op. Oh, dit is wel heel cool. Een beetje een soort van Aziatische stijl. Ja, maar nog steeds zie ik niet de connectie met het rood. Maar ja, dat gaat misschien dan nog wel komen. Maar de beeld is in ieder geval al heel erg vet. Beste bouwers, jullie zijn al 20 minuten bezig met jullie beeld. En dat betekent, het is tijd voor een nieuwe opdracht! Ja. Jullie zijn ontzettend goed bezig met binnen jouw kleurenthema een beeld te maken. Een leefomgeving zien we eigenlijk bij iedereen. Maar wie of wat leeft daar? Voeg monsters of dieren toe of andere wezens die leven in jouw wereld. En probeer natuurlijk ook een beetje een logisch verhaal te maken. Waarom leven ze daar? Laat het ons zien in je beeld. Je hebt nog 20 minuten de tijd en... Hé jongens, versla die pro's, hè. Kom op! Zet hem op! Is dit wat ik denk dat het is? Wat denk je dat het is? Ik denk dat het spaghettibenen zijn. Nee, een megamonster gaat dit worden, toch? Oh, maar dit had ik niet in gedachten toen ik zei, wat voor wezens leven er? Ik dacht misschien een koetje of misschien een varkentje, maar niet een mega octopus. Wow, dit wordt volgens mij zo vet. Maar gaat er denk je ook nog een hoofd boven water komen? Want dit is natuurlijk het plot van de pros. Dat is wel het punt waar ze heel erg goed zouden kunnen uitblinken. Ik heb het idee, als ik hier zo kijk, dat JD wel een monsterhoofd aan het maken is. Ja, denk je niet dat dit een tentakel is? Er is niet echt ruimte voor een hoofd. Ja, misschien hier? Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oplossen. Ik ook. Oh, kijk eens wie hier wonen. Dat zijn jouw favoriete vrienden. Oh, mijn favoriete groene vrienden. Hey, vriendjes. Welkom. Leuk gedaan met natuurlijk het groen. Ja, en wat valt je nog meer op aan de soorten oors die hier zijn? Ja, superleuk gedaan. Ook groene oors. Precies. Ah, en hierachter wordt een leuk farmtje gemaakt. Het heeft wel echt een leuk hoogteverschil, vind ik, op deze plot. Ja, het brengt heel veel sfeer in het plot. Maar ja, zou er ook nog een huisje of iets komen? Ze hebben nog 13 minuten, dus het zou kunnen. Ik denk het niet. Nou, over huizen gesproken, die zijn hier zeker. Zo, Team Rood, die is flink aan de slag gegaan, zeg. Een hele muur komt eromheen. Ja, het lijkt echt een soort van fort wat ze aan het bouwen zijn. Maar ik vind het inderdaad wel wat jij zei. Ik zie hier rood en ik zie hier lava. En dat zijn toch wel echt twee verschillende kleuren. Ja, waar is het rood? Is dit een Strider? Oh ja. Die is rood. Dat is waar. En als ik zoek in Creative, zie ik ook best wel wat rode blokken. Je hebt Red Terracotta. Oh, je hebt natuurlijk de Red Mushrooms. Dat had leuk kunnen zijn. Oh ja, en dan heb je ook die koetjes. Die mushroom koeien. Ja, en je hebt natuurlijk alles van Redstone, Concrete, Redstone Ore. Dus ik zou nog wel iets meer rood erin willen zien dan alleen de wezentjes. Wacht eens even. Ja. Je had gelijk. Ja, ik dacht het al. Ik denk dat dit een soort van monster wordt, niet per se een octopus. Oh, inderdaad. Zie je dat? Het is meer een slang. Ja, het is zo'n soort... Ken je van Pokémon de Dragonair? Ja, precies. Dat wordt het denk ik een beetje. Wauw, blauw ziet er ook wel heel vet uit. Ik weet alleen niet precies, nog steeds niet wat het is. Maar ik zie hier wel drie stoelen. Drie stoelen? Oh, wow. Eentje voor mij, eentje voor jou. Ik reed midden, ik wil de diamonds. En waar moet Bob dan? Oh, Bob moet hier. Ah. Ja, wie zouden hier wonen? Want ze moeten nog wezens toevoegen. Hier buiten hebben ze al een aantal mobs toegevoegd. Oh, je hebt het gelijk. Maar die vallen aan, lijkt het. Ah, is dit niet hun huis, denk je? Wonen zij hier niet? Maar zijn ze allemaal buiten gesloten? Zijn ze de sleutel vergeten? Ja, zoiets. Nee, ik denk dat dit wordt aangevallen. Maar ja, misschien wonen er wel gewoon mensen binnen of zo. Ik hoop in ieder geval dat het nog duidelijk wordt, want ze hebben nog maar 10 minuten. Misschien is het wel het huis van de bouwers. Dat zou ook kunnen. Oh, kijk eens wat ze hebben toegevoegd. Wie er op de stoel zit. Oh, inderdaad. Oké, dat is wel heel erg creatief bedacht. Nu snap ik eindelijk waarom het op een watertempel leek. Want zij wonen hier gewoon natuurlijk. Bij Oranje moet nog steeds de beeld een beetje samenkomen. Het lijken allemaal losse projectjes. Alsof je ze gewoon in een boek kan opzoeken zo. En je kan een beetje van dat droge grasprietjes en zo, zodat het een beetje gevuld wordt op de grond. Ja, en wat ook vaak helpt, is om gewoon paden ertussen te leggen. Want dan is alles ook in connectie met elkaar. En we hadden het zo net over Bob. Nou,
Volgens mij heb ik hem gevonden. Superleuk, het huis van Bob. En allemaal aardappeltjes. Ja, die zijn natuurlijk ook een beetje bruin-oranje-achtig. En kommertje is ook. Nou, wat een gezelligheid hier. Nou, het pad waar jij het over had, wordt hier nu gemaakt. Echt, alsof ze gewoon aan het meeluisteren zijn. Niet dat het kan, maar nee, dat het kan lijkt niet. Wel zo. Als je het over koeien hebt, ik zie hier een rode koe. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die rood is, hè? Yep, maar waarom staat die koe daar? Is dat gewoon een misklik of heeft het iets te maken met de beeld? Want het lijkt wel, nou ja, een soort van fortress waar je hier natuurlijk door de muur heen kan en dan kom je aan de binnenkant. Maar ja, het is een beetje alsof die koe is gewoon een soort van de heerser van dit kasteel. Oh, misschien is het een heilige koe. Een soort van tempel. Het lijkt alsof hij, ja precies, hij kijkt over alles uit. Ik heb wel het idee dat hij de hoofdrol is. De rode koe. Oké, en dan zijn hier verlaten torens. Ik probeer er nog een beetje een verhaal van te maken, maar ik kan het nog niet heel duidelijk zien. En als je gewoon voor een mooi plaatje gaat, dan is groen wel echt heel gaaf. Er zijn ook zoveel onderdelen in deze beeld. Hier is een farm, hier is een hele mooie groene bloementuin. Maar weet je nog wat de vraag was of de opdracht van de 20 minuten challenge? Ja, de diertjes. Of de mobs natuurlijk. Of de wezens. Maar wie wonen hier? Dat is mij echt niet duidelijk. En ze hebben nog 2,5 minuut. Natuurlijk staat hier een creeper opgesloten. Maar wie heeft deze creeper opgesloten? Ja, jij waarschijnlijk. Nee, ik was het niet. En hier binnen, ja, ik zie gewoon bedden van mensen. Ik zie farms, die worden waarschijnlijk door mensen gemaakt. Maar de wezens, die missen nog. Ah, ik denk dat hier alle wezens heen gegaan zijn. Wow, zijn we echt een soort van mega aantrekkingsveld van dieren. Het is een soort van dierentuin geworden. Jeetje. Oh, dit is een beetje zo'n oase. Ja, dit is waar alle dieren komen drinken. Oh, wat leuk gedaan, zeg. En je hebt hier ook de vossen. Die zijn allemaal oranje natuurlijk. Dus die passen ook bij het thema. Ik vind wel van iedereen dat oranje het meest binnen de kleur oranje heeft gedaan. Wauw, echt niet normaal. Wel echt heel leuk aangekleed. En hier binnen heb je nog de piramides. Die zijn alleen wel... Nee, niet, die zijn niet leeg. Zijn ze niet leeg? Nee, er zit hier goud. Bergen met goud in een vormpje van hooi gespeld. Nou, dat is veel waard. En in de andere piramide, ik weet niet of je die hebt gezien. Ik zou oppassen hoor. Wat dan? Ja, kijk maar. Ah! Nee, niet daar. Wat is dit dan? Oh, kijk. Hier gewoon een gevangene. Nou, ze hebben in ieder geval de briefing van de wezens goed meegekregen. Ja, blauw is ook wel heel gaaf. Ik moet wel zeggen dat ik de onderkant van blauw mooier vind dan de bovenkant. Maar ja, dat is misschien omdat het normaal onder water is. Precies. Ik weet niet of dat hier ook de bedoeling was. Je ziet nergens bubbels of zo. Maar ja, je ziet hier wel echt heel vet die troon. Dat hebben ze wel echt onwijs origineel bedacht. Zeker weten. En ook de mobs die hier dan dus nu slapen. Oké, nou, dolfijntjes hebben hier ook een troon. Ik vind dat wel echt heel cool gedaan, hoor. Het verhaal is 100% duidelijk en creatief. Ja. Dus dat is ook wel echt dikke pluspunten. En supermooi gevuld ook. Echt het hele plot is gebruikt. Ja, en je krijgt een mooie focus naar het midden doordat ze een cirkel eromheen hebben gemaakt. Echt heel top gedaan. Maar ja, hebben ze de pro's verslagen? Want dit is het plot van de pro's. Moet je eens even kijken. Kijk nou hoe ze dat monster hebben gedaan. Echt overal prachtig. De portal, de huizen. Er zit hier wel echt zoveel verhaal in. De tijd is om. En natuurlijk ook het wezen wat hier leeft is gewoon onwijs duidelijk. Met alle ja, soort van mensen die proberen het hier vast te zetten. Met een soort van spinnenwebben. Proberen te vangen of zo. Ik denk het ook, ja. Te beschadigen. Maar ook de huisjes. En zelfs de huisjes zijn gewoon aangekleed, hè. Van binnen zit er allemaal amethyst in. Het is echt zo cool gedaan. Ik snap echt niet hoe ze dit met z'n drietjes, hè? Ja, het is echt bizar. Het enige wat ik zou zeggen, wat ik een beetje mis, is dat er een mega monster aanvalt, maar er is niets kapot. Misschien is hij pas net aan. Hij is net begonnen. Nou, dat zou kunnen. Laten we eens even kijken wie er heeft gewonnen met de beeld. Heeft
iemand de pros verslagen. Achter mij zie je het plot dat ze gemaakt hebben. Wij vonden dat de grootste kanshebber om ze te verslaan was Team Blauw. Maar hebben ze de pros verslagen? Dat laten we aan jullie. Laat het achter in de comments. Wij vonden het in ieder geval het beste plot van de kijkers. Vergeet niet duimpje omhoog te doen. Check de Discord om mee te spelen. En wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan mensen. Doei doei. Ciao.